Vrouwen in het vizier op de kazerne in Havelte. Tim Smeenge wint NK Mountainbike in Gasselte. Hoge prijzen, De Wolf en Kermis. Terugblik op een bewogen week. Een echtpaar uit Gieten was vanmiddag betrokken bij een dodelijk ongeval in Stegeren, vlakbij Ommen. Een 43-jarige automobilist uit Ommen kwam hierbij om het leven. Het echtpaar kwam op de kruising van de N34 met de N36 met de camper frontaal in botsing met de wagen van de inwoner van Ommen. Hij overleed ter plaatse. De man van 66 en de vrouw van 65 uit Gieten zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Je hoort heel veel over Defensie, maar ja, je maakt het pas echt mee als je zelf een keertje komt kennismaken. Vandaar dat ik bij Tank Zoek Vrouw heb aangemeld. 49 vrouwen krijgen op de Johannes Postkazerne in Havelte een voorproefje van het leven als militair. Het Nederlandse leger is al lang geen mannenbolwerk meer, maar Defensie willen graag wat meer vrouwen bij. De brigade in Havelte organiseert daarom een speciaal damesweekend met de pakkende naam Tank Zoekt Vrouw. We zijn druk bezig binnen de Koninklijke Landmacht om te kijken hoe we de populatie dames omhoog zetten. En dat is trouwens niet alleen dames, maar we willen ook veel meer diversiteit, inclusiviteit hebben. Om uiteindelijk een afspiegeling te zijn van de maatschappij. En we willen gewoon ook een modern bedrijf zijn. Defensie hoopt dat de drempel voor vrouwen om te solliciteren lager wordt. Tijdens Tank Zoekt Vrouw is er daarom meer aandacht voor de specifieke zaken waar je als vrouw mee te maken kan krijgen als je militair bent. Je hebt natuurlijk wel andere vragen die gesteld worden. Vrouwen hebben natuurlijk de maandelijkse problemen. Dan krijg je ook vragen over hoe doe je dat dan als je in het bos zit. Nou, dan geef je dan gewoon antwoord op hoe ik dat doe of hoe de collega's dat doen. En dan weten ze dat voor de volgende keer. En denk je dat je er persoonlijk ook wat aan had gehad als jij zelf ook aan zo'n vrouwendag had meegedaan voordat je Defensie inging? Ik zelf misschien wel. Maar ik had ook wel vrouwen in mijn groep, dus daar kon ik ook wel dingen aan stellen. Ik had ook vrouwen als sergeant, dus daar kon ik ook weer vragen aan stellen. Ze waren wel vrouwen en dat hielp wel. Qua eisen die Defensie stelt, zit er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dus ook voor deze dames geldt dat ze zich flink in het zweet moeten werken dit weekend. Ze moeten marcheren, leren navigeren en leggen als team een hindernisparcours af. Daarbij worden ze niet gespaard. Vannacht in één keer, toen dachten we, poeh, de dag is voorbij, we liggen lekker op bed. Maar dat was niet zo. We werden eruit geroepen, het was een noodgeval, we moesten allemaal op pad, de vijand kwam eraan. Dus we worden hier volledig verrast en we gaan zo dadelijk weer op pad en we zullen het zien. Ja, lijkt het je wat? Ja, zeker. Nou, ik was van tevoren natuurlijk al enthousiast, maar dit bevestigt alleen maar meer dat het nog steeds leuk is. En ik zou eigenlijk wel meer van deze dagen willen bezoeken. Defensie kijkt terug op een geslaagd weekend en stiekem hoopt de landmacht er ook wat nieuwe recruten aan over te houden. Ik zou echt in mijn handen knijpen als al die aantallen gaan solliciteren, en met name ook bij deze brigade. Maar het is niet onze streven om ze allemaal te laten solliciteren. Het is met name ook om te laten zien van wat het bedrijf is, zodat ze uiteindelijk ook met een goed gevoel hier vandaan gaan en misschien ook wel reclame voor ons maken als ze niet gaan solliciteren. In Gasselte vond vanochtend tijdens de Hondsrug Classic ook het NK Mountainbike plaats. Na een succesvolle lobby van scheidend organisator Wim Jansen. De Classic heeft een naam in Nederland waar veel toppers rijden, die de KNWU altijd met een mooi cijfer beoordeelt. En één keer in zoveel jaren moet toch het NK Marathon op een andere locatie als in het zuiden. Ja, en toen heb ik hem weer aangeboden om het hier te organiseren en dat is gelukt. Is de koers dan nu anders dan een normale Classic? Ja, hij is een 30% langer, dus bijna 93 kilometer. Maar het gaat nog altijd hard, vertelde je net. Ja, ze rijden wel 30 gemiddeld, dus binnen 3 uurtjes zijn ze terug. Niet 2, maar tijdens het nationale kampioenschap 3 rondes op de Hondsrug. Naast de elite doen ook vrouwen, beloften en amateurs mee. Bij de elite vormt een kopgroep van 11 renners zich halverwege de koers. 3 blijven erover. Onder meer titelhouder Hans Bekking. En ook Tim Smeenge. Hij rijdt in de laatste ronde weg en pakt op de meet in Gasselte het goud. Ik zie dat het je raakt, dat het je goed doet. Hoe komt dat? Nou, je wordt niet elke dag Nederlands kampioen en dit is de eerste keer. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. En zeker op een parcours dat misschien niet helemaal op mijn lijf geschreven is. Vrij snel rondje. Jullie hebben het gezien, de eerste rondes blijft het gewoon in het peloton bij elkaar. Dus het is gewoon heel mooi als alles goed bij elkaar valt. En wanneer was het moment dat jij dacht, nu moet ik gaan? Nou, ik had vooraf wel het plan om iedere ronde op het strand voorin te zitten.
En om de laatste ronde, op de laatste zandstrook, om daar echt vol door te trekken. En toen kwamen we met drie man weg. Ik merkte dat ik de sterkste was, hardste kop reed. Dus en op een gegeven moment toen nam ik de beurt over en ben ik gewoon gaan versnellen. En toen had ik een gat en toen was het gewoon vol gas naar de finish. En toen voelde ik de benen ook niet meer. Door de stijgende energieprijzen komt de waterstofwijk in Hogeveen flink in de knel. Het duurzame energieproject moet terug van 427 naar 100 woningen die van het gas afgaan. Maar hoe zit dat nou? Met elektriciteit maken we waterstof. En die elektriciteitsprijs is met de gasprijs meegestegen, want die is gekoppeld. En dat betekent dat we, ook de productie van waterstof veel duurder is geworden. Gaat Nederland een pittige winter tegemoet of is de miljardenhulp van het kabinet genoeg? Voor veel mensen is de energierekening het gesprek van de dag. En ook op Prinsjesdag is het de grote vraag. Hoe gaat het kabinet deze en andere crisis bestrijden? Hoe staat het ervoor met de energierekening? Oh nee, daar ben ik bang voor. Daar ben ik heel bang voor. Ik denk dat heel veel huishoudens zich zorgen maakten over de winter die komen gaat. En hopelijk zijn ook heel veel huishoudens geholpen met de steun. Maar, hoor ik u zeggen. Daar missen we toch wel een lange termijnvisie, ook van dit kabinet. Het is geen blijvend probleem, het is een groeiend probleem. De wolf maakt steeds meer slachtoffers in onze provincie, blijkt uit de nieuwste cijfers van Bij 12, de organisatie die de schaderegeling uitvoert voor alle provincies. De meeste aanvallen waren de laatste maanden in de gemeente Westerveld. De inwoners hebben er slapeloze nachten van. Niet alleen schapenhouders, maar ook de hobbyveehouders en de hondeigenaren houden steeds meer rekening met de aanwezigheid van een dier. Elke schaapboer stopt zo'n beetje en wij doen nog steeds door. Dus ik denk dat het risico voor ons ook nog steeds groter gaat worden ook. Niet alle Drenten zijn geholpen met het prijsplafond voor gas en stroom dat het kabinet gaat instellen. Mensen die een warmtepomp hebben zonder zonnepanelen en chronisch zieken gaan alsnog torenhoge prijzen betalen. Harry Haddering uit Assen is chronisch ziek en vanwege zijn spasmen moet hij stoken op 23 graden. Hij heeft ook een hoger stroomverbruik. Ik krijg volgend jaar enorm te maken met de armoedeval, ben ik bang. De kermis is officieel immaterieel cultureel erfgoed. In het Limburgse Weert wordt de kermis officieel bijgeschreven op de erfgoedlijst. En die status is belangrijk voor de exploitanten. Het moet ervoor zorgen dat de kermis ook in de toekomst blijft bestaan. Het is belangrijk dat je een stukje deel uitmaakt van de Nederlandse cultuur. En dat wij op deze manier ook de gemeentes en instanties beter kunnen overtuigen dat wij de kermissen op de plaatsen willen houden waar het dus nu is. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In de nacht zakt het kwik tot rond 8 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen is het regenachtig en 's ochtends staat er een vrij krachtige zuidwester. In de middag neemt de wind iets in kracht af en het wordt hooguit 13 graden. Ook dinsdag is het nat en woensdag en donderdag wisselen buien en zon elkaar af. De wind is dan zwak, maar de temperatuur komt niet boven de 13 graden uit. En tot zover deze Drenthe Nu. Nog een hele fijne avond. En tot morgen.